eigenlijk ten opzichte van gisteravond niets anders te melden dan dat er in Alphen aan de Rijn tot op heden één inwoner de diagnose heeft gekregen dat er een besmetting heeft plaatsgevonden met het coronavirus. Dat er adequate maatregelen zijn genomen, dat het kind in thuisisolatie verblijft. En dat we, maar dat heb ik gisteren ook al gezegd, zo direct een bijeenkomst vanuit de veiligheidsregio hebben met alle burgemeesters. En dat we tot nader order alle instructies volgen die het RIVM en de GGD ons geven. Vanzelfsprekend hopen we dat het kind voorspoedig herstelt. Zien we ook, dat was vanmorgen ook vrij vlot duidelijk, dat het dus best wel wat zorgen zijn op school. Het kind zelf is niet naar school geweest, maar er zijn kinderen met elkaar op vakantie geweest. En dan zijn er toch ouders van de Bonifatiusschool, want daar hebben we het dan concreet over, die zorgen hebben, die vragen hebben. Die hebben tot op heden ook vanuit de school iedere keer in advies en in afstemming ook met de GGD antwoord gekregen op hun vragen. We zijn daar als gemeente ook bij aan het ondersteunen om alle vragen zo goed mogelijk te kunnen en te laten beantwoorden. Maar er zijn op dit moment geen andere adviezen in het doen en laten aan een iedereen dan de adviezen die gisteren en eergisteren ook golden. Dus wees alert op je persoonlijke hygiëne. Zorg ervoor dat je goed in de gaten houdt wanneer er klachten optreden. Meld je bij de huisarts. En de huisarts zorgt er dan voor dat de GGD bij je langs komt. Precies, meld je bij de huisarts telefonisch. Dat doen mensen ook veelvuldig, merken wij als we de berichten van de huisartsen een klein beetje in de gaten houden. Dus laten we iedereen gewoon het werk laten doen wat er gedaan moet worden. En laten we ondertussen ook gewoon de kinderen naar school gaan die gewoon naar school kunnen blijven gaan. En het gewone leven doorgang laten vinden. Dat proberen wij zo goed mogelijk, dat proberen jullie zo goed mogelijk. En dat is ook het beste advies wat we aan iedereen kunnen geven. Het onderzoek naar de andere gezinsleden, dat loopt nog, dat is nog niet afgerond of is inmiddels vastgesteld dat zij het niet hebben? Er is nog geen uitslag, positief of negatief, van de testen die zijn afgenomen. Okay. De Bonifatiusschool heeft bekendgemaakt dat er nog een ander gezin in thuisquarantaine zit. Ja. Daar hebben de kinderen, zijn er afgelopen maandag wel naar school geweest. In hoeverre kan dat gevolgen hebben? Dat is een vraag die de GGD beter kan beantwoorden dan ik. Er is geen aanleiding, er zijn geen ziekteverschijnselen bij die kinderen. Maar die kinderen worden natuurlijk ook goed gemonitord, net als de ouders van die kinderen. En dat was ook een deel van de zorgen die de ouders van andere kinderen op de Bonifatiusschool hadden en hebben. Daar kan ik me ook best iets bij voorstellen. Dat je dat natuurlijk heel graag, heel precies allemaal wil weten. Uit voorzorg blijven er ook nog twee andere kinderen thuis. Die door de GGD niet als een groot risico worden gezien. Maar om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen die er bij andere ouders leven, hebben de ouders van die derde kinderen gezegd van, dan houden wij ze ook 2 weken thuis. En dat is dat derde gezin. En temperatuur wordt gemeten, ziekteverschijnselen. Dan gaat het in totaal, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. In het gezin met de besmetting zijn 2 kinderen. In het gezin vrijwillige quarantaine zijn ook 2 kinderen. En in het andere gezin dacht ik ook 2, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dus dan ga ik speculeren. Die feiten ken ik niet. Er zijn meer scholen die brieven hebben gestuurd, of e-mails hebben gestuurd naar de ouders en verzorgers, omdat er ook op hun scholen kinderen zijn die uit voorzorg thuis blijven, omdat ze ziekteverschijnselen hebben en in het desbetreffende gebied zijn geweest. Heeft u enig idee om hoeveel kinderen het in, of mensen het in totaal gaat in heel de gemeente Alphen? Nee. Een goede zaak dat hen geadviseerd wordt om thuis te blijven?
Dat moet je van geval tot geval bekijken. En het RIVM zegt, als er sprake is van klachten en je komt uit een risicogebied, dan adviseren we je sowieso om contact op te nemen met de huisarts en de GGD. En mede op basis van die inschatting wel of niet thuisblijven. Maar er zijn ook scholen die zonder dat er enige kennis was van kinderen die wel of niet in risicogebieden zijn geweest, zondagavond al een mail hebben gestuurd van neem papieren zakdoeken mee en als je klachten krijgt, wees dan alert, zonder dat er enige indicatie was of dat er wel of geen kinderen terugkomen van vakantie en in het risicogebied zijn geweest. Heeft u contact gehad met een van de gezinnen? Ik heb nog geen contact gehad met een van de gezinnen. Gaat u dat nog doen? Dan moet ik eerst weten en van de GGD horen welke gezinnen dat zijn. Want dat weet u nog niet? Ik heb die informatie niet gekregen. Wel met de schooldirecteur gesproken van de desbetreffende school? We hebben intensief met de schooldirecteur gesproken. Die heeft ook om ondersteuning gevraagd bij het beantwoorden van alle vragen die op hen afkomen. En as we speak is er volgens mij nog steeds één medewerker van onze gemeente daar op school om ervoor te zorgen dat daar wat verlichting in de werkdruk plaatsvindt. Denkt u dat de onkust met de communicatie die er vandaag is geweest, dat die zoveel als mogelijk is weggenomen? Nou, je probeert natuurlijk zo feitelijk mogelijk te communiceren. En je kan denk ik niet alle ongerustheid van alle ouders in één keer wegnemen. Het zou daarin heel erg helpen als er natuurlijk geen positieve testresultaten meer komen. Dat weten we op dit moment niet. Maar mijn pleidooi is wel om toch ook de nodige nuchterheid te blijven betrachten.